didn't even get some calls. Yo mensen van Dagelijks Krimps, mijn naam is Tommy en vandaag gaan we verder met een nieuwe aflevering van Assassin's Creed. En vandaag gaan we weer luitenanten vermoorden. We moeten er nog 5 en dan hebben ze alle 9. Dus daar beginnen we meteen mee. It's our duty to cure her. How? By forcing our people to follow a madman? It is unwise for you to challenge those in power. Yes, well, that is about to change. No, you won't take me. Savonarola will know of your treachery. Guards! Guards! Achtervolg de edelman en leg hem het zwijgen op voordat hij Savonarola vervoert. Oké. Laggiù! Savonarola is our savior! Why must you resist this? Get him! Hoezo zijn er zoveel wachters op het dak? Wat heeft dit te betekenen? Things are better under him! Under us! Oké, die man laat ik dus niet wegrennen. Naar beneden. Die kill, oh my god. It's not my fault. No, you made the choice. It charmed me with that thing. Only because you allowed it. Lo faccio per il popolo. Requiescat in pace. Zo, die dood was best wel grappig. Hij valt gewoon van het dak. Wacht, waarom zou ik via het dak gaan als daar juist de wachters zijn? Anoniem worden, dat wordt moeilijk. We moeten wel via de daken eigenlijk. Oh, maar die dood, ik sprong hem achterna, ik viel op hem, hij viel op mij. Like, what the fuck? Oh, dat was een grappige. Echt zo gewoon, ja, je springt op hem en blijkbaar valt hij dan. Oh, dat was niet zo heel moeilijk. Niet zo moeilijk als op dat schip. Daar heb ik echt heel lang over gedaan. Oké. Okay. Ik zie er nog maar... Oh, wacht. Ik zie er daar ook nog één. Dus even kijken op de map, op tab. Dus even kijken waar ze allemaal zitten. Hier zit er één. Hier zit er één. Hier zit er één. Zijn er 3? Volgens mij moet ik er nog 3. Nee. 4. Weet je wat, ik kijk gewoon op de map. Ja, ik zie er 4 trouwens. Never mind. Moet alleen maar wat nieuwe medicijnen kopen. Wat nieuwe armor moet ik gaan repareren. Oh kut, wat doe ik? Daar was ik toch bijna dood. Nou, dit wordt de volgende. Your orders are simple. Keep watch over these fields and ensure no harm comes to the bundles of Fiendo. It may seem a mundane task, but it is critical nonetheless. Vermoord de boer en zorg dat ze knechten je niet zien. Oké, dat wordt waarschijnlijk weer net zoals bij die boot. They lose the means to resist. They will be forced to stand down. Oké, eens even denken hoe ik dit ga doen. Already, many have fallen into and they require clothing, food, shelter, water, and all of this. 9, gedesynchroniseerd? You would have let your Ness, own people yes. starve. And for what? Too long I suffered their insults. They called me simple and low class. I wanted their respect. I'm afraid you do not have mine. Per quanto sia penoso il trapasso, lieto sarà il tuo sonno. Requiescat in pace. Deze was niet moeilijk. Zorg dat de wachters je niet zien. Je rent naar hem toe, slaat hem dood. Ik dacht even door. Maar dat was natuurlijk door, omdat ik bijna dood was. Zag het er heel raar uit. 1 hit en ik ben dood. Ik moet echt snel zijn. Ik dacht van nee, ik ga dood, maar dat kwam omdat ik eens een halve had. Dus ik mis. Ik ga echt na 1 hit of zo dood, dus ik moet echt heel snel zijn. En ik kan niet vallen, want dan ben ik dood. Ik moet echt zo snel mogelijk naar de medicijnman en naar die andere winkelman, zeg maar. Hoe heet dat? Ja, in ieder geval de smid.
Yes, dat zijn er al 6 vermoord. Nice. GG. Oké, nu moet ik echt even snel daarheen, want ik heb geen medicijnen meer. En echt, met één hartje, ik kan niet eens van een dak afspringen om diegene te vermoorden. Dus dit moet echt heel voorzichtig en zo. Volgens mij zit er hieronder alleen, of niet? Holy focaccia. What on earth is he up to? Ik mag niemand vermoorden. Althans, ik mag niemand in gevecht, met niemand in gevecht zien te komen. Yes, medicijn man, yes. Oh, yes. Genezen. Ik denk dat genezen goedkoper is dan medicijnen kopen en die gebruiken. Als ik me genees, dan medicijn kost 75 en helemaal genezen kost 50. Oké, mooi zo. Heb ik volgif. Ja, hou dat. Gebruik niet zo heel veel. Eén hidden blade en diegenen zijn ook al dood. Dus ja, weet je, daar ben ik niet zo van. Oké, nu kijken of ik ergens een armor reparatie. Oh, die zagen me niet. Dat was heel gelukkig. Er staan nog steeds 2 vinkjes van dat mensen mij zoeken. Heel irritant. Get lost. Eens even denken. Hoe ga ik dit nou aanpakken? Eerst denk ik dat ik niet zie nu waar ik nu recht voor loop. Want er zitten daar 2 in de buurt van elkaar. Dus ik denk dat dit het makkelijkst is. Oh, kut. Zie me niet, zie me niet, zie me niet, zie me niet. Nee, het is gepukt volgens mij. Chichi. Vechten daar. Geen zin in. Ja, hit mij maar weer hoor. Natuurlijk. Ja, hier wapenshop. Of niet? Nee, dit is hem niet. Ja, hier dan. Oké, okay, al mijn armor repareren. Ik wil eigenlijk ander kleding aan. Dat is wel leuk een keer. Alles repareren zo. Kan ik ook ergens andere pakken halen? Anders uitzien. Volgens mij kan dat hier of niet. Kleren verven. Ja, ik wil andere keer. Ik vind deze wel leuk. Remember to visit me often. Fashion. Zo, ik vind het er wel een keer leuk uitzien. Ik heb het niet zo met de hele tijd hetzelfde. Vind ik een beetje saai. Eens even kijken. Op tap, waar zit die missie waar ik nu heen loop? Nee. Dat wil ik toch niet. Ik wil gewoon de map. Ik weet niet waar ik heen loop. Waarom de fuck staat er dat ik rechtdoor moet bij mijn missie, maar staat... Waar zijn die missies? Ik snap het even niet meer. Ik denk dat ik naar deze missie wou lopen. Deze. Of niet? Ja, dat is dus... Oh, dat deur is nog 100 meter. Pff. Ja, het moet maar natuurlijk, hè. Dan loop ik weer helemaal 100 meter terug. Ik heb toch niks te doen, weet je. Beetje kleertje verven, beetje luitenant te vermoorden. Zien deze mensen me? Eindelijk, iemand anders heeft me door. Jezus, dat duurde lang. Waar sloeg die op dan? Waarom blijven die pijltjes in beeld staan? Misschien moet ik het spel zo even opnieuw opstarten. Zodra ik die volgende luitenant heb gemoord. Ik zal eens even kijken of dat dan nog ook zo is. Ik vind het namelijk heel irritant. Yes, oké, okay, geen damage genomen. 190 ongeveer. 190, nog 90. Wat zeg ik, 190. Fuck off, hoe weten ze dat ik hier ben? Fuck off. Je komt niet weg hier. Ja, jammer voor jullie dat ik hier bijna weg kwam. Rennen, rennen, rennen. Oh yeah. Ja, daar liggen geen stenen, hè? Dat dacht ik al. Over de daken, naar de missie. En daar ben ik ongeveer nu. Oh, dat is daar beneden. Oké. Even. Hoe heet het worden? Yes, hij heeft niet de andere wachters kunnen roepen. Hoe herkennen ze hem allemaal? Je had hier toch nog geen foto's en zo? Ja, waarschijnlijk platen, zeg maar. Van die tekening dingetjes. Hoe noem je dat? Ik weet even niet meer hoe je het precies noemt. Maar hey, we gaan naar de volgende. It's quite simple, amici. If you desire care, you'll submit yourselves fully to our new ruler.
Vermoord de arts onopgemerkt. Natuurlijk, dat zal ik wel weer doen. Onopgemerkt, oké. Okay. Er staan nog steeds veel van die kutpoutjes in beeld. Ik denk dat ze na deze missie weggaan. Anders herstart ik even het spel. Waarschijnlijk is hij dan helemaal gebukt en moet ik opnieuw beginnen. Maar dat zie ik dan wel. Daar merken jullie niet heel veel van ofzo. The choice is yours to make. Continue to support the Medici who, as you know, have long since fled Firenze. Or accept Savonarola. Why fight? Why refuse? He is a good man. Strong of character and morals. Ik zal even kijken hoe ik deze ga doen. Ik denk via daarboven. Gewoon via beneden de rush maken, kan ook. Er staan wel heel veel wachters hier, kut. Oké, dan klim ik hierop. We cared over much for earthly things and pleasures of the flesh. Kut, ik ben gevallen. Damn, dit wordt nog lastig ook. Ik zou niet weten hoe ik deze man moet vermoorden. Ik snap ook niet waarom het werkt met pistool en zo niet. Ik krijg alleen maar anderen. Misschien moet ik wat beter gaan opletten als ze uitleg daarover vertellen. Of gewoon het niet zo snel vergeten. We shy from the face of God. And why wouldn't we? Shamed as we were at our actions. This is why you ache and take ill. It is divine. Boom! Did it! You have spilled the blood of a healer. No, I've spilled the blood of a tyrant. To command such power over the body, between this world and the next, it seems I grew intoxicated. And now you grow still. La tua morte non sarà inutile. Requiescat in pace. Dat is alweer de volgende. En nu moet ik eerst zo snel mogelijk weg zien te komen. Anoniem worden. Oh. Valt er meteen uit. Ik heb ook geen rookbommen meer. Waar kan ik die ook weer aanvullen? Wapenbeker. Had ik net eigenlijk moeten doen. Heb ik rookbommen? Nee. Heb ik me zojuist geheeld met een... Ja. Yeah. Niet slim, niet slim. Oké, laten we snel rennen naar de volgende missie. Ik weet wel een beetje waar het is. Dus daar loop ik dan... Oh, nee, geen damage. Oeps! Nice. What the fuck. Ah, die pijltjes zijn überhaupt niet zo nodig. Doet niet echt iets heel veel. Eigenlijk zou die... Kut, er zitten nog steeds wachters achter me aan. So, how would you like to go? Rogue? Axe? Nee, nee, jammer. Nee, jammer. Oké, nevermind, niet jammer. Tyfop zeg, hoe vinden ze me zo snel? Wat is dit, man? Echt waar, en dan zijn er ook nog zo fucking veel. Kijk, al die pijltjes. En dan doodlopen het pad. Oh nee, mooi zo. Merda. I see him. Jammer voor jou dat je me ziet. Heel mooi, nu ben je dood. Yes. Nice. Dat zijn er al 7, nog 2 te gaan. Oké, nog 2. Misschien kunnen we daarna zelfs nog de volgende missie doen, maar dat zie ik dan wel. In ieder geval kan ik niet door wachters gespot worden nu ik die 2 vinkjes heb. Dat is wat chill. Welke is het dichtstbij? Ik denk die links. Gaat hij voor de gok? Ja, hij gokt goed. Zo. Nee, dat was niet de bedoeling. Daar zit weer een... Oh, daar heb ik de map. Dus dat is wat chill. Ga ik nu een stukje via boven? Ja, dan moet je wel de ladder nemen. Dan moet je... Ik ben...
Ik voel me echt heel slecht. Ja. Nee. Ik voel me echt heel slecht. Goed zo, eindelijk. Zo klim je een ladder. Springt er gewoon twee keer naast. Volgens mij is het beneden, maar dat kan ook aan mij liggen. Volgens mij heb ik de verkeerde gegokt. Dus even kijken, waar zit die? Waar ik nu heen ga en dan moet ik daarna nog... Waar moet ik allebei nog heen? Ik zie er maar één. Oh ja, en dan moet ik weer terug. Fuck, ik snap echt niks van die map soms. Ik kijk gewoon naar het kleine mapje rechtsonder wel. Dan zie ik... Daar heb ik wat meer overzicht, vind ik. Dan zie ik ook precies waar ik heen ga. Kijk, want nu ben ik er. Ik gaf aan dat ik er nog niet was op deel. Ja, dat had je gedacht, mij even dood te schieten. Kom, dan gaan we samen naar beneden. Gezellig met je mee. Ja, daar vallen twee mensen van het dak. Verder is er niks te zien. Omnipotens Deus, Rex Regum et Omnium Gubernator. Ik klim de deur en opgemerkt een vermoord priester. Natuurlijk, dat doe ik maar even hoor. Ik klim hem om opgemerkt, oké. Okay. Moet ik eerst eens een Eagle Vision. Precies ongeveer waar die zit. Dat is ongeveer... Nee, niet om. Hij zit hier boven. Nu moet ik omhoog. Kan ik hier omhoog? En ik ben ontdekt. Oké, dus zo werkt het niet. Fuck deze missie, zeg waar. Dit is zo fucking lastig. Ik kan hier gewoon niet tegen. Ik ben hier zo slecht in. Het is niet eens dat het super lastig is of zo. Ik moet gewoon voorzichtig die toren opklimmen. Maar ik dacht van, ik ren eerst een rondje. Dan begin ik al op de grond. Laat ik misschien... gewoon hier beginnen. Wat als ik hier begin? Wat gebeurt er dan? Eens even kijken. Oké, 84, 83. Oké. Oh, hij staat daar helemaal. Daar is hij! Bijna had hij gesproken. Dat had ik niet verstaan. Fuck, waarom staan er nou weer meerdere van die wachters? Oké, ik moet dus zoveel mogelijk naar het einde zien te lopen, zoals ik er net deed. Ik denk dat het beste is om via achter te gaan. En dan kan ik in één keer boven hem springen. Ik moet dus even kijken, oké. Via hier begint het niet lekker. Eerst moet ik omheen zien te lopen. Kijken, zodra ik wachters zie je niet hier. Mooi. Ja, fucked up. Ja, fucked up. Daar zijn wel wachters. Er één man naar me toe. Dat is alles. Oké, mooi zo. Verder rennen, verder rennen, verder rennen. En dan naar het achterste punt, dat is ongeveer hier omhoog klimmen, denk ik, via een van die, ja, via hier, en dan ben ik heel dichtbij. Oké, dat heeft dus ook geen zin. Ik moet wel via daar. Ik moet proberen daarna nog onopgemerkt te komen. Misschien via achter hun dan weer. Dit is echt een mindfuck. Dit is zo lastig. Voor meer informatie. Pauze, handleiding, database. Oké, leuk. Oké, via daar. Dan moet ik proberen ze beide te vermoorden. Misschien door erop te komen of zo. Oké, het eerste wat ik doe. Dus ik denk toch maar via... hier weer. Ja, oké. Misschien moet ik in het begin via de dak al gaan. Wacht, wat als ik deze toren opklim? Wat dan? Ja, dat is niks. Ja, als ik dit gewoon weer opklim. En het wat voorzichtiger aan ga doen. Heeft dat zin? Ik zou het niet weten. Nu helemaal opzij klim. Zou dat helpen?
Dus ik doe het gewoon zo. Ik ga zoveel mogelijk proberen, weet je. Meer heb ik er gewoon niet. En dan moet ik via daar. Kut, dan moet ik zelfs via daar gaan klimmen. En dan daar omhoog. Dit wordt een lastige. Misschien kan ik via daar? Nee. Oké, dit gaat goed zo. You shouldn't be up here. Another cell, so. What do they cut like that? Please, snel, zo snel, zo snel. Zie me. Ja, dit is fucked up. Klom niet. Ik dacht dat ik in één keer zou klimmen. Ja, doei. Hier en nu. Wat zit hierboven? Ik kan niets vanaf hier zien. Ik ben op zijn minst nu best wel ver al, vind ik. Al zeg ik het zelf, dit gaat nu. Tot nu toe is er nog niet veel misgegaan, dit stukje. Ik denk dat we eerst hem moeten gaan vermoorden. Ik denk dat dat het slimme plan is. Alle wachters hierboven vermoorden. Ja, kom hier jij. Fuck hem. Gaat hij ook echt zo helemaal lopen? Van ik ben grappig. Ja, kom hier! Oké, dan weer helemaal terugrennen. En dan kan ik als het goed is via het middelste stuk. Want dan zijn er geen wachters meer hierboven. Hoop ik. Damn, ik heb even FPS lag. Oké, be right back. Oké, als het goed is de lag nu weg. Ik ga eens even kijken hierboven. Hoeveel mensen daar? Oké, er staan er twee, er staan er twee. Hopelijk komt hij hierheen en kan ik hem dan zo vermoorden. Is iets dichterbij, iets dichterbij. Ja, ja, ja. Mooi zo. En nu via de voorkant? Ik probeer het gewoon. Dit is de enigste optie die ik zie hier, dus. Damn, ik dacht dit gaat nog even makkelijk worden met al die easy kills in het begin. En ik kan meteen nog... volgende missie doen, maar nee, dat gaat niet meer lukken. Dat zie ik nu al. Yes! Yes, het is me gelukt. Nice. I thought he preached the word of God. I fear his sermon is a lie. I led my flock astray. It's just... I wanted so badly to believe. We all do. Vedrò compiuta l'opera di mio padre. Requiescat in pace. Kunnen we de laatste priester nog vermoorden in deze aflevering? Ik ga even kijken. Waarom staan hier twee kisten boven? 100 florijnen. Deze was niet eens super moeilijk of zo. Ik moest gewoon alleen wat langzaam en geduld hebben. Ik denk dat dat het is met SS Creed. Ja, ik moet echt wat meer geduld hebben. Zoals dit. Ik wil gewoon in één keer door naar de volgende missie. Met blijdschap maar. Het heeft gewoon geen zin. Het heeft geen zin. Damn.
Okay, gelukkig ben ik beneden. Blijkbaar heeft het wel zin. Het spijt me, ik loog. En de twee vinkjes zijn weg. Yay! Wat leuk. Nu kunnen iedere wachters kunnen me gaan zien en spotten en zo. Fuck. Niet leuk. Okay, de laatste luitenant. Het heeft 2 afleveringen gekost om maar 9 mensen te vermoorden. Gewoon 20 minuten over die gozer op dat schip gedaan. Dat vond ik echt zo'n lastige. Ik weet niet waarom, maar ik wist gewoon niet hoe het moet. En nu heb ik een beetje, zeg maar... Gewoon, ja, sinds ik... Where is everyone? Okay, er is hier iets mis. Maar er is gewoon, ja... Sinds die zie ik gewoon dat het veel makkelijker kan. Weet je, door gewoon luitenanten eraf te schoppen en zo, weet je. Gewoon eerste wachters die erachter staan. Die vermoord je. En dan heb je gewoon een veilige weg om naar boven. En ik dacht echt dat ik het niet meer zou halen gewoon, hè. Ik dacht niet dat ik het nog zou halen daarna. Maar blijkbaar haalde ik het wel. Okay, eens even kijken. Wat nu? Ah, another challenger. Excellent. Savannah Roller warned me that some would oppose our rule. And so I devised this little trap to ferret out those foolish enough to play at hero. It's proven to be both entertaining and effective. Incoming Chamo! Ik zal het doen. What a spectacle! Misschien kan ik gewoon daar omhoog klimmen en mee vermoorden. Ja, ik denk dat dat gewoon het beste is. Zoveel wachters heeft hij hier, dat is niet normaal. Ik heb geen rookbommen, dit is echt fucked up. Okay, hoe ga ik het doen? Hoe ga ik het doen? Nee, dat heeft geen zin, die zijn niet sterk genoeg. Kut. Nee! Geen slimme zet. Ik had echt rookbommen moeten halen. Damn, kan dat nog? Kan ik de missie nog stoppen of zo? Kan ik rookbommen gaan halen? Want dan is het echt veel makkelijker. Ik gooi een rookbom en ik doe het met mijn verborgen mes. Okay, ik moet gewoon echt hier omhoog, want dat heeft geen zin. Of ik moet gewoon... Ja, ik kan hem misschien... Ik moet hem nu echt hebben, snel, 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 snel. En ik heb hem. Ik dacht even dat ik hem had, maar hij viel niet verder. Ja, en ik wel natuurlijk. Waar is hij? Zoveel mensen, hè, voor 1 iemand. Dat is toch niet normaal? Okay, nu moet ik me echt backstabben. Nu moet het lukken, nu moet het lukken. Please, 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 laat het me lukken in 1 keer. Daar staat hij ergens tussen. Hoe moet ik dit doen met al die wachters? Pijl in mijn arm. Ik denk dat ik het gewoon zo moet doen. Ik denk dat ik eerst naar een wapenshop moet gaan om rookbommen te halen, want dit gaat echt anders heel lastig worden. Ik kan hem maar 1 keer af. Dit is hem, dit is hem, dit is hem.
Ik zou niet weten waar die is. Ik zou het niet weten, kan ik niet. Hoe de hek ik hem moet gaan vinden in al die mensen. Ik weet niet hoeveel HP die heeft. Niet heel veel, dat kan niet anders dat hij heel veel HP heeft. Ik moet echt heel snel zijn. Ik heb ook nog maar één medicijn dinges. Dus als ik gewoon hier omhoog zie te klimmen. En gewoon snel ben. Waar zit hij? Ja, daar. Ik zie niks, wat de fuck. Twee, ja, één. Fuck you. Yes! 9 luitenanten vermoord. Woe! Done. Done. Is this truly who I was? So proud and cruel. No. Savonarola bewitched you. Did he? Or was it that I tasted power and found myself intoxicated? I wish I had been stronger. As do I. Mi rincresce, ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. Oké, 9 luitenanten vermoord. Hierbij ga ik de opname zo afsluiten. Of de video afsluiten, hoe je het ook wel noemen. Zo, even rennen. En dan sluit ik de opname af. Dus mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Willen jullie meer? Abonneer dan. En dan zeg ik jullie zo tot de volgende keer. Als ik deze opname afsluit. Oké. Alle luitenanten zijn vermoord. Nice. Dus mensen, tot de volgende keer. Later.